zijn nu al 5 uur lang op onze koffer aan het wachten. Want we zijn in Parijs gebleven. Dus we zitten hier al 5 uur lang en er is letterlijk niks. Alleen één klein winkeltje. En we kunnen helemaal nergens eten en drinken halen. Nou, we hebben onze koffers terug en we zijn aangekomen in het hotel eindelijk. En het is wel echt een mooi hotel. Vandaag gaan we naar het museum van de archeologie, want het is echt 40 graden. Maar het is echt belachelijk warm, denk ik. Ik ben echt bang. Dus, maar gelukkig zijn we hier maar een dag. Nou, we zijn nu aan het shoppen en we zijn nu bij de Zara en alles is gewoon echt goedkoper dan in Nederland. Goedemorgen, nou het is de laatste dag vandaag in Athene en het is nu echt 7 uur 's ochtends. Maar we gaan ontbijten en dan lekker naar Naxos met de ferry. Let's go! Nou, we zijn aangekomen bij de ferry. Het is echt heel warm. Het is pas 8 uur. Maar goed, we gaan lekker de boot. Lekker vier op de boot. Maar dan zijn wij Naxos. Nou, we zijn aangekomen in Naxos en we hebben echt zo'n schattig hotel. Echt ook heel dicht bij het centrum. Ik zal het eventjes laten zien. Nou, dit is de eerste kamer. Kijk hoe cute het is. Woe! En het bed. En dan hebben we hier een lekker balkonnetje. Nou, dan is dit het balkon. Eten en dan gaan we zo lekker op het strand even lekker mee gaan. Nou, ik heb er even snel dezelfde uitslag gedaan. We gaan zo eten, heerlijk. En we hebben net lekker gezwommen. En ik ben nu waar we eindigen. We gaan waarschijnlijk heel lekker seafood eten bij een restaurantje hier beneden. Dus let's go! Goedendag, het is vandaag maandag en het is vandaag de tweede dag in Naxos. Dit is mijn outfit voor vandaag. Ik heb dit topje van de Zara, broek van de Naked en dan mijn bikini eronder aan. Want we gaan vandaag een beetje strand hoppen. We gaan eerst even kijken of we een auto kunnen huren. En dan neem ik jullie de rest van de dag weer mee. Nou, we zijn aangekomen op het eerste strand. Het is Agios Axopolis ofzo. Maar we hebben nu lekker een bedje lekker aan het liggen. Nou jongens, we hebben net lekker gegeten en het was echt fantastisch. We hadden zo'n Griekse dans geleerd, zo. Oh, je ziet het niet, maar ik doe wel een filmpje erin. Ik snap wat ik bedoel. En het was gewoon heel leuk met muziek en alles, iedereen ging dansen. Het was echt... En het eten was ook fantastisch. En de sfeer was echt gewoon, ja, de vibe was dit. Nou, goedemorgen. Het is vandaag dinsdag en we gaan weer even een roadtripje doen naar Naxos. Dus ik ga jullie weer meenemen. Let's go! Nou, we hebben eigenlijk de hele grond gereden en we gaan nu tegenover het hotel even lekker wat eten. We zijn vandaag lekker de hele dag naar de beach trip geweest. Het was echt zo chill. En naar het schildpad gezien. Oh ja, dat is eerst. En we zijn daarvoor naar het Olijvenmuseum geweest. Dat was ook echt heel interessant. Ja, want ik kreeg. Ja, het was gewoon leuk. Gewoon lekker allemaal olijfolie van de proef. En ze hadden ook olijfolie met chocola. Dat en ik heb heel gek, maar lekker. Spijt dat ik het niet heb gehaald. Maar ja, we kunnen niet meer terug. We hebben wel andere olijfolie en olijven meegenomen. Dus dat is wel. Dat was echt leuk. En nu gaan we lekker eten. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en het is onze laatste hele dag in Naxos. En we gaan nu even lekker ontbijten in de buurt en dan eventjes lopen door de stad. En daarna even zwemmen. En dit is wat ik aan heb vandaag. Dit is een setje van de Costus. Zonder bananen. Ja.
lekker gezwommen. En we hebben ons nu klaargemaakt. En nu gaan we dus even eerst lekker cocktails drinken. En een beetje shoppen. En shoppen. En daarna gaan we lekker eten. Let's go! Dit was alweer de laatste avond in Naxos en het was echt heel erg leuk hier. Morgen gaan we naar Santorini, dus tot morgen. Doei doei. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en we gaan nu zo naar Santorini met de boot. We gaan eerst nog eventjes brunchen en daarna pakken we rond 1 uur de ferry. En dit is mijn outfit voor vandaag. Broek van Stradivarius, topje van de Zara, hoed ook van de Zara. We zijn nu aangekomen op Santorini en we hebben net ingecheckt in het hotel. En het is hier echt zo schattig. Ik zal je eventjes de rest van de kamer laten zien. Nou, ik heb me even heel snel omgekleed. En we gaan nu lekker bij het hotel even wat zwemmen. En heel even iets eten en drinken als dat kan. Dus let's go. Nou, we hebben net gratis wijn gekregen. En we hebben ook eten besteld. En dat gaan we hier lekker opeten. En oh mijn god, het is zomer. Moet je kijken. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en het is onze eerste ochtend in Santorini. We hebben net een lekker ontbijtje gehad en opgegeten in onze kamer. En we hebben een auto gehuurd en die komt dus om 11 uur. En dan gaan we even lekker rondrijden en waarschijnlijk ook even naar de hoofdstad. En wat andere schattige dorpjes bezoeken. Dus let's go! Nou, we zijn net even lekker in een jacuzzi geweest en we hebben ons nu klaargemaakt en dan gaan we eerst eten en daarna echt iets heel erg leuks doen. We gaan dus naar het openluchttheater, de Bios, en ze heet dus letterlijk Mamma Mia. Hoe leuk, we gaan dus gewoon Mamma Mia zien in de openluchttheater, dus ik ben echt benieuwd. Yes. Goedemorgen, het is vandaag zondag en we hebben net een lekker ontbijtje gehad en we gaan zo naar de beachclub toe. So, let's go! Nou, we hadden vandaag echt een heerlijk stranddagje en ik heb het nu klaargemaakt en dan gaan we ergens hier in de buurt eten op een berg. En er moet heel goed uitzicht zijn, dus ik ben benieuwd. We zijn vandaag de hele dag bij de beachpacker gezeten en zijn we daar nog gegaan. Jij hebt alleen maar geslapen, want je was heel erg moe. Klopt. En daarna zijn we lekker gaan eten bij de sunset. En nu gaan we lekker slapen. Slaap lekker. Goedemorgen. Het is vandaag maandag en we zijn nu bij Oya. En nu gaan we lekker wijn proeven. Nou, dit is de derde dag dat ik me vandaag heb omgekleed. Maar we zijn dus net naar de wijntour geweest. En het was echt heel erg leuk. We hebben ons 3 verschillende wijnvineyards geweest. En ik heb het nu omgekleed, want we gaan nu weer eten bij één plek waar we hebben gewijnproefd. Want het echt zo leuk was daar. Dus let's go get dinner! Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En vandaag hebben we eigenlijk echt een hele chille dag. We gaan gewoon lekker bij het zwembad. Zwemmen, even bruin worden en dan in de avond gaan we naar Oya en dan hebben we daar een sunset dinner. We hadden vandaag dus echt een lekkere chilldag en toen hebben we echt heel leuk gegeten net. Daarna zijn we nog bij een leuke boekenwinkel geweest en hebben we nog eventjes starters gekocht voor zo. Nu gaan we weer terug en wachten op de taxi. Nou, we hebben net lekker gezwommen en nu hebben we eten besteld. Gaan we even snel wat eten en dan worden we opgehaald en gaan we naar de boot. Goedemorgen, mensen. Het is echt fantastisch. Je ziet echt ons al helemaal zo
rood zijn, maar ze zijn eventjes de andere. Ja, we zijn echt alsof een filter, maar dat is gewoon de zon. Ik zou het even de rest laten zien.